Ik liep pas op het stille strand van Zandvoort aan de zee en zag daar plots een grote kist die in de branding leek. Ik viste hem op en keek er eens in en weet je wat ik zag? Ik zag een knaap van een die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knaap van een die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met 7 meter touw en peddelde ermee naar huis en gaf hem aan mevrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep eruit en vlug: ze smeer hem nou met die en kom nooit meer terug. Oh, ze smeer hem nou met die en kom nooit meer terug. Ik dacht, wat moet ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee. Ik maakte er een pakje van en nam de zaak weer mee. Toen ging ik naar het politiebureau, maar het stelde mij teleur. Want men keek een keer naar die en smeet me door de deur. Oh, men keek een keer naar die en smeet me door de deur. Toen ging ik naar de voddeman en zei: zeg, kijk eens hier. Ik heb hier heel wat moois voor jou verpakt in bakpapier. Maar weet je wat die voddeman deed? Die zei: pak uit die kop. Maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Oh, maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Zo was ik 40 jaren lang in weer en wind op jou. Maar waar ik met mijn vondst toe kwam, geen mens die het hebben wou. Ten einde raad nam ik een besluit en ging naar ome Jan. Die schrok zich dood van die en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich dood van die en brulde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij tenslotte de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt, blijf altijd af van zo'n, je raakt hem nooit meer kwijt. Oh, blijf altijd af van zo'n, je raakt hem nooit meer kwijt. Blijf altijd af van zo'n, je raakt hem nooit meer kwijt. Oh, blijf altijd af van zo'n, je raakt hem nooit meer kwijt.